jeans, hè? Ik denk eigenlijk meteen aan auto's als ik het woord lease hoor. Maar er is een Nederlander op het idee gekomen om jeans te leasen. Hij heeft een winkel hier in Gent. Dus voilà, ik ga een jeans leasen, hè. Goedemiddag. Hallo, ik kom een jeans leasen. Ah, tof. Maar vooraleer ik hem lease, wil ik hem passen natuurlijk. Kan ik je de modellen tonen? Ja. Kijk, dat zijn de modellen die we hebben dat je kunt leasen. Ja. De Authentic, de Dirty Wash en de Bleach. Ja. Ik wil, mag ik die eens passen? Ja. Wat maat hebben? Ja, nu moet jij gokken. Ik, weet je wat? Ik ken mijn maat niet. Ik zou zeggen 27. Organic. 100%. Oké, okay, ik ga ze aantrekken. Zou zij passen een keer? Schrift. Dat ga ik wel zonder u doen, hè. Lukt het? Ja. Hoe ben je nu precies op dit idee gekomen? Wij hadden het gevoel dat we die hele mooie biologische katoen maken, die soms moeilijk te verkrijgen en duur ook. Ja. En we vonden eigenlijk dat we dat moesten hergebruiken. Ja. Dus we zijn erover na gaan denken hoe we de klanten zover zouden kunnen krijgen om die spullen terug te sturen. Nou, dan kan je over statiegeld gaan nadenken, maar je kan ook aan een leasevorm denken. Ja. Dus zodien zijn we aan lease jeans gekomen. We moeten eigenlijk met z'n allen naar de circulaire economie. Ja. We weten dat op deze manier kunnen we niet verder gaan, omdat de grondstoffen raken op. We zijn met te veel. Dus... Ja. Zoveel grond voor katoenteelt gebruiken, dat kunnen we in de toekomst niet meer. Dus moeten we nu alvast gaan nadenken hoe we het kunnen hergebruiken. Het past. Als chance dat je mij een 28 hebt gegeven. Zeer tof, madame. Ja, is goed. Hoe werkt dat nu dan? Wel, het zit zo. Dus, je betaalt 20 euro inleg voor te leasen. Ja. En dan maken we een overeenkomst dat we in feite 12 keer 5 euro van die rekening mogen halen. Dus, dus 5 euro per maand. 5 euro per maand. En het is minstens voor 12 maanden. Op het moment dat ze het terugbrengt en zegt oké, ik wil een nieuw model gaan leasen of zo, komt het terug. Wij gaan die oude broek gaan recycleren. Hè? We gaan die terugsturen naar de fabrikant. Die gaat er nieuwe broeken van maken of we maken er nieuwe tassen van. Ja. Dus we gaan in feite de stof recycleren. Ja. Maar dat lijkt me toch eigenlijk heel veel werk. Waarom moeten jeans gerecycleerd worden? Door de stoffen te maken is er zeer veel water nodig en zo. Ja. Dus voor dat gaan reduceren, het waterverbruik voor stoffen te maken, gaan we in feite die broek gaan recycleren, mengelen met nieuwe stoffen. Ja. Want we kunnen nog niet 100% van een oude broek een nieuwe broek maken. Dat gaat niet. Omdat de vezels in feite tekort zijn. Dus die mengelen we in feite met nieuwe en zo maken we een nieuwe broek. En dan, een jaar. Dat is voor sommige mensen lang. Als ik halverwege dat jaar denk van ik wil toch eigenlijk een andere kleur, mag ik terugkomen? Ja, het is sowieso minimum voor een jaar. Anders kunnen we dat ook financieel niet halen. Ja. Als je na 4 maanden zegt, dan heb je het 40 euro betaald voor de broek. Ja, ja. Dan is het ook niet meer ecologisch. Ah. Allee, dus er is toch één nadeel dan voor de klant? Voor de rest lijkt het mij Ik zou niet zeggen dat het een nadeel is, want als je een broek past, gaat ze sowieso langer over jaar dragen. Ja, maar je biedt een service aan dat anderen niet aanbieden. Dus dan raak ik ook gewend aan een service en dan verwacht je als klant. We proberen de beste service te geven. Ja. Maar het is sowieso minstens voor 12 maanden. Oké. Okay. Fairtrade en organic, dat is toch altijd duur? Ja, dat klopt. Dat is vaak een reactie van mensen. Ja? Daarom hebben wij geprobeerd het toegankelijk te maken. Dus onze prijs van 99 euro is eigenlijk niet duurder dan andere jeansmerken. Ja. Zeker als je bedenkt dat ze in Italië gemaakt worden. Ja. En op een manier dat we bij het design al nadenken over het hergebruik. Dus we doen geen leren labels meer, we printen dat erop. Dat is allemaal makkelijker om te hergebruiken. Ja. En natuurlijk 5 euro in de maand. Dat is dan iets. Kopje dan koffie ook, in uur. Een kopje koffie minder. Dank u. Een jeans leasen, ik wil er eigenlijk echt wel in geloven hoor. Ik vind het een zeer nobel project en we moeten ook allemaal stilstaan bij die problematiek van overconsumptie. Maar of de grote massa klaar is om hun kleren te leasen, dat geloof ik pas als ik het zie.